24 uur in deis gaat het werk terug. Een chauffeur brengt alle dagen zo'n 140 ton bieten naar het fabriek. Nou, dat zijn mooie dagen, wel lange dagen, maar wel mooi. Ik het suikerbietenfabriek had neer te kleien. Het is een heel best bieten hier. Een tonnen hier, zeg ik het wel zeggen. Elke hectare groen smiet op het stuit wel 100 ton bieten op. En die aantallen binnen bijzonder. Het is nog nooit gebeurd. We zitten natuurlijk de laatste jaren nog steeds heger, omdat de genetische vooruitgang, nemen we dat aan. De rassen worden steeds beter. Maar deze plus die is eigenlijk echt net uit de rassen komen. Dat is echt het jierinvloed. Het waar wie het aanronde seizoen ideaal. Net de wiet en net de droeg. Dat vernemen ze ook op het bedrijf van bouwboer Klaas-Jan Jensma van Heijem. Een van de 180 boerenbedrijven in Friesland dat bieten tielt worden. De laatste bieten binnen je van de morgen ophellen, dus is er nou tijd voor koffie. Riek werd de bouwboer lijkwels net van de goeie rispingen. Nee, wij hebben een kwotum en dat kunnen we vol leveren. En alles wat bij de boven leveren, dat geeft eerst een percentage voor een mindere prijs. En als we boven dat percentage komen, dan mag dat troskoot worden naar taken meer. Dat mag we taken meer minder bouwen. Is dat dan wat zoer of maakt het jou niet uit? Het is volle zoer dat je te min bieten bouwen. Het is altijd een goed teken dat je te vol hebt, want dan heeft het goed groeit. Maar lang na je geneert je door gezien net, het werk gaat gewoon terug en de appels moet ook weer vatten.